Ja, Anouk, Oranje Lim in 2012. En een beetje laat, maar ja, god, dat een jaar toch. We gaan bijna Oranje Lim in 2013 kiezen. Ja, maar hoe is dat om dat te wonen? Ja, heel erg leuk. Ook een beetje ongemakkelijk, vind ik. Omdat je hebt toch met het team gewoon een goede prestatie neergezet. En dan krijg je een prijs in je eentje. En dat is met het teamsport altijd een beetje... vond ik ook een beetje ongemakkelijk. Maar ja, natuurlijk wel heel leuk dat zoveel mensen gestemd hebben. En wat denk je dat dat op gebaseerd is? Dat populariteit of prestatie? Want je bent natuurlijk heel vaak in de media. Ja, dat zal misschien ook wel meegespeeld hebben. Ik geloof ook wel dat wat fans van Ajax wel hun best gedaan hebben om veel stemmen binnen te krijgen voor mij. Dus ik denk dat ik het ook wel een beetje aan mijn club te danken heb. Want Ajax heeft natuurlijk gewoon een grote achterban en veel fans. Moeilijk te zeggen. Veel mensen die voor mij hebben willen stemmen. Dus, Ja, daar hoorde ik ook bij. Oh ja, dankjewel. Een EK afkomst. Hoe gaat dat in de voorbereiding? Het gaat goed. We zijn goed bezig met het team. We weten natuurlijk wat ons te wachten staat. We hebben een paar mooie tegenstanders al gehad en er gaan nog een paar goede wedstrijden komen. Verder komen we wekelijks bij elkaar met het Nederlands elftal. Ja. En we zijn gewoon volop in training. We proberen ons mentaal en fysiek zo goed mogelijk voor te bereiden op het EK. Ja, en zo'n Nederland die we samen zijn geweest. Dat wordt nog net niet met je gedold, maar ze zijn echt al een... Ja, de USA is natuurlijk gewoon top van de wereld. Het is gewoon niet voor niets nummer 1. En verheug je je dan op zo'n wedstrijd? Ja, dat zijn natuurlijk de krenten uit de pap. Dat zijn gewoon de mooiste wedstrijden om te spelen. Dat je gewoon kan zien waar je staat en dat je gewoon tegen de top van de wereld mag spelen. En vol stadion en heel veel aandacht. Dus, dat zijn voor ons gewoon hele mooie wedstrijden. Ja, Zweden begint natuurlijk met Duitsland, zo'n krent in de pap. Maar ja, precies. Maar dan om het echt. Ja, en daarom was dit natuurlijk gewoon een hele goede graadmeter voor ons. En Duitsland is natuurlijk een beetje vergelijkbaar met Amerika, wel een ander type spel. Maar er is nog wat werk aan de winkel voordat we tegen Duitsland gaan spelen. Dat is wel gebleken. Ja, hartstikke bedankt en veel succes. Ja, dankjewel.